meer. Heen en weer. Heen en weer. Zo met zo'n pontje overvaren, dan begint de dag toch al heel anders. Heel erg relaxed, heel erg leuk ook. Ik ben vandaag in Deventer voor de Oost-Nederlandse stripboekenbeurs. En ze hebben me al verschillende keren gevraagd, wanneer kom je nou eens bij ons? En elke keer lukte het niet, maar deze keer is het gelukt. In een hele bijzondere locatie. Ik laat het even zien. Nou ja, even zo. Dan krijg je even een beeld waar het is. In een kerk. Dat is toch heel bijzonder, hè? Een stripboekenbeurs in een kerk. Maar goed, het weer... Ja, het is nog niet echt heel erg lekker weer, maar dat maakt niet uit, want we zitten binnen. Dus laten we eens gaan kijken. Alleen ik zie even iets achter mij. Ja, stripboeken, platen. Stripboeken, platen. Ja, muziek en strips, dat zijn toch eigenlijk wel de twee dingen waar ik ontzettend veel van hou. En die natuurlijk ook perfect te combineren zijn. Dus ik denk dat ik toch ook nog wel heel eventjes bij de platenbeurs ga kijken. Maar laten we nu eerst naar binnen gaan om te kijken wat er in de kerk allemaal te zien is. Ja, je ontkomt er niet aan. Je moet niet met mokken spelen, je moet tekenen. Ah, koffie! Oh, en dan hebben we dit. Ja, dat kan ik. Blablabla. Ah, een nieuwe strip, vertel. Ja, wij gaan het buitenleven, het landleven. Ja, wij willen mensen wat meer bekend laten worden met hoe het gaat op het landleven. Met name het boerenbedrijf en wat het verhaal is achter het glaasje melk wat je op tafel hebt staan. Onder andere de eieren, alles goed was. Best wel bijzonder om hier zo rond te lopen in een kerk waar ontzettend veel gezelligheid is, bedrijvigheid is, heel veel kraampjes, allerlei uitgevers, striptekenaars. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Alle ingrediënten voor een hele gezellige stripbeurs. Het is hier al voor de 19e keer, dit is de eerste keer dat ik er ben. Maar ik ben toch wel blij dat ik er nu eindelijk ben, want het is een prachtige locatie. Dat zie je natuurlijk al achter mij en op andere plekken in deze video. Het is gewoon ontzettend gezellig vooral. Zo zien we een tekenaar natuurlijk het liefst, hè? Aan het tekenen. Ja. Meestal wel, ja. De uitgever ook, hoor. Hallo! Hi. Hey, bekende gezichten. Ja. Ja, op Dutch Comic Con had je ook een mooi steentje. Hier iets ruimer volgens mij, hè? Ja, we hebben iets meer ruimte en we zijn ook nieuwe dingen aan het uitproberen. Ja, ik bedacht mij eventjes. Ja. Jij kondigde aan dat je met iets nieuws bezig was. Ik ben niet met iets nieuws bezig. Niet. Ja, vertel daar eens op over. Wat is dat? Dit is Metal Pedal. Dat is een digitale comic. En de bedoeling is op welke beurs ik kom dat ik een één pagina comic ga maken en koop aanbied, zeg maar. En even kijken, de oplage is beperkt, 25 posters. En als die op zijn, dan geen herprinting, maar wel kans dat ik ze in een boekje uitgeef, zeg maar, alles bij elkaar. Dat is het concept, zeg maar. En hij is lekker betaalbaar, €2. Dus dat lijkt me geen geld. Nee, ja, een leuk idee. Ja.
man. Ja. Fensprempen. Ja. Wat is dat? Ja, dan moet je een boekje liggen, moet je even lezen en dan moet je op een kwartier terugkomen. Lijkt me... Nee, fensprempen, ik zeg, als ik heel kort uitleg, is dat een Donald Duck van de 17e eeuw. Oké. Het was heel goedkoop drukwerk, houtsneders, met een hele grote getale gedrukt, duizenden, tienduizenden per stuk, met de hand ingekleurd door kleine kindertjes thuis. En die werden dan verspreid en kon je voor 1 cent kon je die kopen. En er stond van alles in. Het waren stichtelijke verhalen, maar ook historische verhalen. Ook gewoon een rijtje met vogels of verre oorden. Alles wat je nu in boekvorm krijgt. Toen dat centsprint stonden mensen weer op de markt te verkopen. En leraren deelden die uit in de klas. Als je je werk goed gedaan had, dan kreeg je een centsprint van de leraar. Ja. Dus ze waren heel gewild en heel massaal in die tijd. Nou, zet die camera maar uit en aan het werk. Nou, er was geen ontkomen aan en dit is mijn sensprint dan. Dus ik ga hem nu even inleveren. Alsjeblieft, maar de... Het is dat jij je bent, maar ik moet helemaal zwart, hè? Hij moet helemaal zwart. Oh. Het blijft toch wel heel bijzonder om in zo'n kerk rond te lopen en dan al die kramen te zien. Al die mensen die gezellig aan het kijken zijn naar allerlei leuke strips, praatjes maken met de stripmakers. Dus, hey, we zien een bekende. Ja, kijk, Tim Arts is er ook. Ja, nou heb ik een rondje gelopen. En dan ben ik eigenlijk weer waar ik net ook was, bij John, die weer driftig aan het tekenen is. Ja, selfie. Blijf maar doorgaan naar John te tekenen. En wat voor moois maak jij allemaal? Ik maak allerlei cartoonen en gewoon wat in mij opkomt. Ik teken ook soms dingen van andere shows en geïnspireerd van spellen of van alles eigenlijk wel een beetje. Middendeel gewoon ja, iets dat emoties doorgeeft. Dat zijn de strips die jij maakt? Ja, dat heb ik allemaal zelf gemaakt wat hier ligt. Dus ik ben al sinds 2010 bezig om mijn werk te verkopen. En ik was eerst bezig om het altijd in groepsverband te doen. Zeg maar. Dan had je een beetje een thema van met jullie samen stiften maken. En sinds 2013 doe ik het ook alleen. Dus dit zijn allemaal boekjes die ik heb gemaakt sinds 2013. Tenminste, het al uit te zijn en het is al uitgekocht natuurlijk. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En een dark side en een light side? Ja, precies. Of bij mijn haar. Ja. Waar komen de meeste voor? Nog een keer zo. Waar komen de meeste voor? Voor de licht of de donker kant? Toch voor de donker kant. Ja, toch wel, hè? Ja. Dat vinden ze altijd wat spannend. Oké. Okay. Ja. Even iets over Dutch Comic Con. Ja. Dat jij jouw portfolio had ingeleverd bij Liza Hawkins. Ja, dat klopt inderdaad. En vertel, want ik ben wel heel benieuwd. Ik heb mijn boekje heb ik gewoon ingeleverd, dus bij Wolf Bert, deel 1. En van zo, dit is het wat ik doe. En ze was erg enthousiast over het artwork, dus toen was ik echt, dus ik zei, nou ja, ik kwam met feedback. En toen kwam ze niet met feedback, dus niet? Dus dat was ik super blij mee.
Ja. Oké, okay, ah, dat is wel heel erg tof. En over de tekst heeft ze nog wat tips, nog wat, wat een aantal opmerkingen gegeven die ik nog hopelijk mee kan nemen in mijn volgende project. Okay. Dus ja. Dus wie weet wat er nog uit voortkomt. Ja, dat weet je nooit. Maar ik vind het wel gewoon super leuk om feedback te krijgen van, ja, van dat soort mensen. Dus, daar kan je weer wat van leren. Dan kan je weer wat opsteken en meenemen in je vervolgprojecten. Ja. Ah, erg top. Nou, heel spannend. Ik ben benieuwd. Ja. En je bent ondertussen bezig met het verdere vervolg van deel 2? Ja, ik ben op dit moment bezig met het tekenen van deel 2. En die is bijna klaar met tekenen. En dan moet ik nog gaan inkten en inkleuren. En in september komt bij Syndicaat dus dan de Nederlandstalige versie uit. Ja. En daar zit dus deel 1 en de splinternieuwe, deel 2, zitten dus bij elkaar gebundeld. Hartstikke leuk. Dat is een album. Ja. Nou, het is erg leuk dat hij ook in het Nederlands uitkomt. Ja, super, super. Nou moet ik het alleen wel terugvertalen natuurlijk wel. Ik schrijf het in het Engels, dus ik moet het weer terugvertalen in het Nederlands. Dus het is een beetje een omgekeerde wereld. Ja. Maar hartstikke leuk inderdaad. Tof. In september komt, dat is denk ik, november komt ook nog het stripkookboek uit van Leon van Hoeven. Klopt, ja. En daar sta ik dus ook in met 2 tekenen. Ah, leuk. Dus met 2 gerechten. Ja. Dus dat wordt ook leuk. Dus de komende najaar wordt voor mij... Mooie dingen. Leuke dingen gaan er gebeuren. Ik ben er helemaal trots op. De eerste Nederlandse stripbierveeltjescatalogus. Index, sorry, Index. Zeg het nog verkeerd hoor. Ja. Maar dat is de trots. Kijk jongen, het is allemaal full color, helemaal zo goed en kwaad als ik het kon, uitgezocht, volgorde gezet, alfabetische schrijver volgorde, tekenaar volgorde. Ja, uniek in Nederland, eerste keer. Ja, dus ik ben daar erg trots op en ik vind het nog mooier. Ik heb dat een beetje samen gedaan met Gouda, strips op de markt. Want die wisten dat ik heel veel doe met bier en strips. En die hebben gevraagd, willen jullie voor 2019 op die markt, wil jij met een speciale uitgave komen? Dus vandaar dat die nu niet te koop is, maar ter inzage. Hij komt dus uit in Gouda. Samen met een tentoonstelling bier en strips, met alle dingetjes die ik heb. En daar loop ik even omheen. Zoals bijvoorbeeld... Gerben Valkema maakt heel veel etiketjes voor Uiltje. En dat zijn er inmiddels 85. Oh, die komen allemaal keurig op rij te staan. En waarschijnlijk de enige keer in Nederland dat je ze allemaal bij elkaar kan zien. Want niemand heeft die meer. Oké. Alleen ik zeg te gek.